Welkom. En voordat ik het een en ander ga zeggen, wil ik eerst even de dames en Arie Maarten bedanken, want die maken het allemaal mogelijk, want zij staan namelijk achter de bar. Dus die zijn heel belangrijk vanavond. Dus ik zou graag alvast met een applaus willen beginnen voor hun. Bravo! Van de harte welkom. Want hier ligt de Neno. En daar hebben wij met een man of daar hebben twee vrouwen en zes mannen keihard aan gewerkt. En hij zit 7 keer in de lak. En hij ziet er daarom zo glimmend uit. Nou, het proces was ontzettend leuk om te doen. Want wij konden dit doen in de werkplaats van Martin. En die waren we aan het sleutelen met 18 graden of meer. Het was thee, er waren bitterballen. Het was gewoon zeer aangenaam. Maar ik heb het historisch besef. En er is gaat eerst bij de MDR gekomen. Toen bij Elfhoeven. En zodoende kwam het met de zeilwedstrijden hier nog een en ander aan prijzen weghalen. En dat was altijd bijzonder gezellig. En wat ik altijd gefascineerd van dit prachtige gebouw. Ik dacht, dat is het een schitterend gebouw dat hier staat op het balkon en uitkijkt over het plas. En dan was het altijd levendig, gezellig. En toen ik hier lid werd, 7 jaar geleden, om te gaan roeien, toen hing daar een Neno. En ik heb wel eens aan de zeilcommissaris gevraagd, joh, is het een zeilwerrie? Dat is wel, maar er zit geen zeil bij. En mijn broer Hans, hij lijkt een beetje op mij, die heeft ook een ding. En daar hebben we leuke tochtjes mee gedaan. Ik zei, dat ding moet naar beneden. Vorig jaar was het rust. En toen hebben we het zeilend scheehout hier op bezoek gehad. En toen hebben we met de Neno gevaren. Geplakt met allemaal pleisters van duct tape. We gaan die boot gaan wij opknappen en we gaan weer zeil klaarmaken. En dat hebben we gedaan met verenigde krachten. 2 middagen in de week. Met de zeilmaker Aagwoord zijn we geweest. Dat was heel leuk, want daar kwamen we oude bekenden tegen. Stan, dit hier, en Lars. En die zeiden van nou, wij vinden het zo'n leuk project. Wij gaan dat zeiltje voor jullie maken. Jullie hoeven alleen maar de materiaalkosten te betalen. Nou, dat was weer mooi, want dan kan je weer een feestje geven. Zoals hier. We hebben ook een cadeau voor de vereniging. Wij maken jullie lid van het zeilend scheehout. Of liever gezegd de vereniging. Want de Koninklijke De Hoop, de Koninklijke De Roei van Muiden, de Koninklijke van Dordrecht. Maar ook gewoon Willem III, die is dan niet koninklijk. In dat gezelschap kan zacht de roei en zeil zich vinden. Het wordt een tijd. Kijk, van het historisch besef, Stelto, die heeft daar altijd over gewaakt. Okay, Jan gaat ook nog iets vertellen over het historie. En daarna gaan wij drinken. Nou, goed, jullie hebben eerbied voor het verleden, dus je moet even geduld hebben. Want ik wil me even voorstellen. Geachtbestuur, geacht genootschap, wat heette ze, genootschap Neno. In de wandelgangen ook wel het bitterballengenootschap genoemd. Welkom. Ook alle andere mensen die bijdrage geleverd hebben of geïnteresseerd zijn. Van 2010 tot 2012 was ik roeicommissaris. Ik heb erover gehad dat er heel veel uren gestopt zijn in het onderhoud van deze boot. Het op helemaal opknapper, heel veel uren. Hebben ze geteld, Chris? In het bestuur 2010-2012 was het toch wel een onprettige situatie wat betreft de oude boten. Er zijn nog mensen uit het oude bestuur. Ik zie Aletta, die was secretaris. Overal spelen we Robert-Jan Bokhoven, die is er ook. Die was commissaris vastgoed en vloot. Ik heb even naar Neno gezocht. En er kwamen 77 mailtjes. Okay. En dat was rond 2011. Dus totaal waren er 191 mailtjes kwamen daar uit. 2011. Onze roeivereniging, roeizeilvereniging, bestond 100 jaar. En we zijn ondertussen alweer 110. 10 plus. 111 zijn we al. Rond 2018 werd je opgeleid in een werrie. En als je dan met veel pijn en moeite alle manoeuvres kon doen, dat was allemaal keren hier in de haven. Sommige mensen deden er wel 2 jaar over. Er zijn ook mensen die
die zijn wanhopig, hebben dit pas al opgezet, omdat ze dit konden volgen, of te moeilijk was. Uiteindelijk is in 2008 zijn er nieuwe huurpleinen gekomen, en toen zijn we gaan roeien in zeevieren. En de wherries, die waren daarom minder bruikbaar. En de wherries, die waren ook heel oud. Dus in 2009 is de Neno en zijn zusje, de Yoka, die zijn uit de vaart genomen. En we moesten overgaan tot polyesterboten. Het plan is ook aangenomen. En op het moment dat de eerste boot, de zeevier, werd verkocht, kwamen er 5 mensen in de vereniging, pensionado's. Een van die mensen staat hier ook bij. En die hebben de groep Oud Hout opgericht. En die zijn als een waanzinnig de keer gegaan tegen het uitfaseren en het uit de vaart nemen van de houten boten. En dat was echt niet leuk meer, hoe dat is gelopen. Ik heb er nog, word er soms nog wel eens wakker van. Ik heb op neutraal terrein gedaan. Daar bij het restaurant hiernaast. Die stopte al na 5 minuten. Dus helaas voor oud hout konden ze niet goed een ei kwijt. Dan hadden we gebeurde van alles. De koop aangeboden via de website. We gaan 1 boot gaan we bewaren. Die gaat dan ergens op in de loods hangen. En die kan altijd nog eens een keer gebruikt worden voor een speciale gelegenheid. En de andere boot, die moet dan weg. Volgens G was de Neno rijp voor de open haard. Deze boot, dat werd het nog genoemd. Maar toch, ze hielden toch een slag om de arm. Gelukkig maar, anders was je boot er niet geweest. Van onze beheerder, Michael. Beste Kees-Jan, is de zeilberry al verkocht? Indien dat niet het geval is, zou ik hem graag willen reserveren voor de sociëteit. Om hem op zijn kop tegen het plafond te plaatsen. Ja, precies. Ik ben trouwens Brigitte. Ik zit in de roeiploeg van IJs. En wij hebben met de roeiploeg een klein cadeautje voor deze feestelijke boot. Ja, dat zijn al mijn roeivriendinnen. Dan begrijp jij meteen wat het cadeautje voor bedoeld is. Oh. Dat is... Deze kop staat er. Oh, Neno staat er. De kop in het sigarenkistje. Maar laat dat geheim even aan iedereen zien, want dat kennen we niet van. Ik heb altijd gedacht, die moet er komen. Hoe mooi en groot een schip op zee. Hij voert een eenzame lading mee. O, geef me vleugels, neem me mee. Dan vlieg ik uit waar de nacht ons raakt. Vlieg waar de zon aan de dag een einde brengt. O, waar een droom aan ooit eens waar. En nam ik het roer strak in de hand. Keerde ik terug met heel mijn hart. Voorbij de zon die het water raakt, naar waar de zon aan de dag een einde maakt. Ik dood de tijd, staar voor me uit, zie hoe de dag de nacht verteert. Voel hoe de nevel het water raakt, net voor de dag, nacht aan de dag een einde maakt. Net voor de zon in mijn hart een schaduw maakt.